Jullie Christian, vandaag zijn we in Den Haag AS Holland. Bij deze mooie kijkje van. Dus veel kijkjes hier. Kijk jongens, welkom bij Den Haag HS. Het is wat ouder station, volgens mij was dit. Las ik op Google. Maar volgens Google schijnt het een van de mooiste treinstations van Nederland te zijn. Dus dan gaan we er naartoe. Centraal station is net 2 kilometer lopen hier vandaan. Nou. Dus laten we even kijken wat er... Dus ik zie heel veel trams in ieder geval. Maar kijk, ik moet even kijken waar mijn mondkapje is, want ik moet wel een mondkapje op. Ik ben hier net aangekomen, het viel me wel op, dat laat ik jullie zo zien, als ik even mijn mondkapje op kan doen. Oeps. Dat is spoor 1, daar zitten de poortjes. Wacht, dat laat ik jullie zien. Kijk, dit is spoor 1, als ik hier niet naar boven ga, dan kom ik niet in de poortjes. Laat het gelijk station mooi zien. Oké, dit is een poortloze zone. Echt allemaal. Oh kijk, dit is ook een niet-instap. Dit is waarschijnlijk een reservepoort. Dus gaan we weer naar beneden. Iedereen kijkt me al aan. En wat doet hij hier? Want ik stond er ook net bol was, die keek me al opvallend aan. Dat gaat nu al goed. Even inchecken weer. Oeps. Ja, daar heb je twee soort sporen. En er weer, hier zijn weer van die hele kleine blokjes. Ik vind die echt zo irritant. Ik heb die van die grote. Ja, wat ik wel apart vind is dat ook bij dit soort kleine stations gaan ze ook gewoon de vertrektijden er neerzetten. Is een beetje apart? Ja. Ja, het kan. Nou, hier zijn we bij de andere kant van het station. Deze zijn allemaal dicht. Net als deze is. Nee, het is al vertrektijd, dus zie ik alle borden. Ik weet niet wat je hier hebt. Het is een best klein station. Ik dacht dat het wat groter zou zijn. Ik zie dat ik overal Den Haag HS zie staan. Misschien heb je hier nog een metrostation of een metro heb je hier, denk ik. Ik weet wel tussen Rotterdam en Den Haag een metro hebben, maar ik kom nooit in Den Haag. Ik kom vaak in Rotterdam en Amsterdam, maar in Den Haag kom ik nooit. Oh kijk, hier staat ook gewoon de voorkant. Ik weet niet welke de voorkant is, maar vorige week waren we in Rotterdam en toen hadden ze dat niet. Dus er mag Den Haag wel wat van leren. En dit is een bus. Misschien is er nog wat leuks over dit station. Misschien kunnen we er even overheen lopen. Dus ik denk dat ik even hier naar boven ga. Het is echt een heel klein station, maar ik wil niet deze video te kort houden. Je hebt hier T-Mobile, Den Haag, mooie wonen, een mooie stad. Oh, dit is een fietsenstalling. Wacht even hoor, ik laat hem zo zien. Hey, deelfiets heb je hier. Zijn die dingen duur? Oh, die dingen zijn op slot, kut. Oh, ik dacht dat die deel... Oh, je moet dus zo'n app downloaden. Laat maar zitten. Nou. Ik dacht, een deelfiets. Het is altijd wel leuk.
Ik dacht, die dingen zijn gewoon gratis, maar dat was helaas niet zo. Ik vraag me af hoe die dingen er van slot had gaan. Nou ja, dit is letterlijk het station. Heel klein. En hier is bijna niks te doen. Daar al wat ja, groot, hoge gebouwen. Dat vind ik wel leuk in Den Haag. Dat is ook een hoog gebouw zijn. Tenminste, ik krijg een beetje van die New York vibes. Hey, ik kan wel even naar de hoek. En misschien is er nog iets leuks. Kijk, dit is. Oh, wacht. Dit is het centrale station. Nou, het Hollands spoorstation. Het staat eigenlijk voor Hollands spoor. Of nog wel een kleine. Naar Arnhem Centraal. Nou, het staat precies achter mij. Kijk, ook hier kan je weer gewoon fatsoenlijk naar beneden. Nou, het ziet er wel leuk uit. Ik loop hier even naar beneden. Ja, ik ben ook al in Den Haag geweest, een mooie steden. Het zijn nog een Binnenhof en zo geweest. Dus ja. Misschien dus hebben het al een beetje een keertje gezien. Maar tenminste. Ik zal even kijken, heb je nog een ingang? Tenminste, we kunnen ook even hier de andere ingang. Ik ga hier onder het station door. Ik wil ook wel doen. Met al die winkels en dingen. Hoi. Oh, kijk, hier kan je helemaal onder het station door. Oh, dat wordt chill. En dit. Dus. Ja. En wat heb je in de hoeken dan? Kijk, hallo, camera. Of fluitjes, fonteinen, voeten. Oh, nu loop je echt letterlijk. Oh, dit. Ja, toen ik hier aankwam, toen was mij dat wel wat opviel. Dat hek was dicht. Dat is waarschijnlijk op die voetgangerstunnel. Waarschijnlijk een soort reservetrap. Nou, omdat je de voetgangerstunnel gaat en niet door die poortjes zit, dan daarom is dat hek waarschijnlijk echt gemaakt. Tenminste, dat neem ik aan. Het zou ook zo kunnen zijn dat er een andere reden is. Ik zit hier even rond heen en weer te kijken. Maar zoals ik aanneem, is dat gewoon om die reden. Heb je als goed nog een fiets van? Nee, is denk ik iets vol. Dat neem ik aan. Daar heb je in ieder geval de scooter. Je kan hem ook overdekt fietsen staan, lijkt me wel handig. Maar ik hoef dat niet echt helemaal te zien ofzo. Het enige wat ik zie is heel veel fietsen gestald. Hele tram gebeuren. Daar is groenslicht. Oh ja, want dit is het tramstation. Naar Den Haag Centrum. Nou ja, in het algemeen. Het centrum is maar 700 meter. Moet je nagaan. Nou, auto's. Ja, even kijken. Waar kan je helemaal naartoe? Hoek van Holland. Rotterdam. Leidschendam. Vermeer, Leiden. Delft. Ja, een Haagse toren. Dus ja, eigenlijk in principe is het niet heel erg bijzonder. Wacht, ik loop even wel iets nieuws zitten. Misschien heb je nog wel iets. Iets beter dan iets, jongens. Maar... Oh, daar wordt iemand. Ik vind die gebouwen altijd wel mooi zo hier. Dat vind ik ook altijd wel weer zo apart, dat je dit zo hebt. Hallo, dat ziet niemand zo snel. Ik zat een beetje onrustig van alle soort dingen. Een soort nageroepen. Het centraal station is maar 2 kilometer. Dat is best wel dichtbij. Even kijken.
En daar heb je de tram richting Wateringen. Ja. Ik zei even voor de voorkant van Den Haag Holland Spoor, maar ik moet even oppassen. Op die tram, als er een tram in, dan wordt aangereden. Er heeft nog een tramhalte. Ja. Dat is richting Rijswijk, de A12. Dat kan mijn telefoon of mijn camera niet lezen. A12, A13, A4. Nou ja, dat zijn de snelwegen. Dit is het centrum. Dit heb je eigenlijk echt recht voor Den Haag Holland Spoor als je eruit loopt. Dus het is wel een aanrader. Het is alleen, het valt me wel een beetje tegen, maar ik vind de voorkant wel leuk. Maar om daar nou 2 uur voor in de trein te gaan zitten, dat weet ik niet of ik hier nog een keer naartoe zou willen daarvoor. Maar het is wel een leuk station. Ik word af en toe mee. Dit zijn wel hele andere trambels dan in Amsterdam. Dat moet ik wel toegeven. Ik vind deze wel leuk. Maar ik denk dat het wel weer goed is. Ik zie allemaal mensen nog naar boven lopen. Dus denk ik, is kantoortijd. Zo. Ik zeg tot volgende week. Later. If not for Christmas. Dames en heren, we staan voor Den Haag Holland Spoor. Vond dit vriendin afgelopen. Ik moet gewoon opbladen vanmorgen. Abonneer op het kanaal voor Twitter, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Voor mij op Instagram, Twitter, Roosik. Druk op een belletje als je geen enkele video wil missen. Laat ook een reactie achter. En wacht het. En dan wil ik alleen nog maar zeggen. Volgende week zaterdag om 5 uur zijn we bij Nieuwsstation. Welke dat altijd is, dat zien we dan. En ik moet even aan de kant, want anders word ik aangereden door de tram. Want die zit al te bellen. Nou, ik praat veel te snel, maar ik zeg tot volgende week. Later. Bye.